Laatste eerbetoon aan slachtoffers Uithof-ongeluk. En historische dag voor Veenendaal. Goedenavond, dit is U Vandaag. Meer dan 100 mensen liepen vandaag mee in een stille tocht in Utrecht. Die werd gehouden om Dylan en Leroy te herdenken. De auto waar de mannen in zaten botste afgelopen week op een lijnbus. En bij dat ongeluk kwamen de twee om het leven. De emoties lopen hoog op vanmiddag op het Utrechtse Domplein. Vrienden en familie van de omgekomen Dylan en Leroy leggen bloemen neer. Vlak daarvoor houden ze een stille tocht. Die start bij eethuis Asani aan de Amsterdamse Straatweg. Ook de ouders van Leroy lopen mee. Ik ben blij dat mensen de tijd nemen om hier voor ze te komen. Dan weet ik dat ze geliefd waren. En ik vind het belangrijk om te laten zien dat het een hele lieve jongen was. Woensdagavond gaat het mis op de kruising van de weg tot de wetenschap met de Sorbonnelaan. Dylan en Leroy botsen samen met de bestuurder van deze auto tegen een bus. Volgens de politie reed de auto met een veel te hoge snelheid door rood. De 26-jarige Leroy uit Maarsen sterft ter plekke. De 22-jarige Dylan uit de Meren overlijdt later in het ziekenhuis. De moeder van Leroy kan het nog niet bevatten. Het is onvoorstelbaar, maar nu gaan we... We zijn nu vooral bezig met afscheid nemen en regelen. En het verdriet komt wel later, denk ik. Hij was een jongen die van gezelligheid hield. Als hij er was, was het altijd gezellig. Hij bracht gewoon de hele boel op gang. En dat zal ik echt aan mijn zoon missen. De bestuurder van de auto ligt nog in het ziekenhuis. De 37-jarige man is de uitbater van het eethuis waar de stille tocht begon. Hij raakte zwaar gewond door het ongeluk. Zeker 250 feestgangers hebben zich gisteravond tegen de politie gekeerd. Een 17-jarig meisje wilde een feestje in Amersfoort gisteravond niet verlaten. Ze beledigde een agent en toen begon de chaos. De agenten die voelden een behoorlijke grimmige sfeer en die waren wel in de minderheid. Er is toen versterking gekomen van ook onder andere honden. En er is met behulp van de wapenstok en de honden in een linie door de menigte gegaan om in ieder geval het één plein leeg te maken en de rust terug te krijgen. Bij het opstootje is een agent gewond geraakt en ook politiewagens hebben schade. Veel mensen kwamen vandaag af op de allereerste koopzondag in Veenendaal. Een historisch moment voor de christelijke gemeente. Vanmiddag om 12 uur openden de winkels hun deuren. Ik ben aan het genieten, absoluut. Ja, ja. En met deze mevrouw vele anderen. Jarenlang was de koopzondag onderwerp van een felle discussie. Er dreigde zelfs een collegecrisis. Maar afgelopen zomer werd uiteindelijk besloten tot 6 koopzondagen. Niet alle ondernemers zijn daar blij mee. Ongeveer de helft van de winkels blijft dicht. Maar het winkelend publiek is blij dat er wel gewinkeld kan worden. Bijna iedere gemeente doet het, dus waarom zouden we in Veenendaal erachter moeten blijven? Ik vind het prima. Iedereen kiest voor zijn eigen, of die dat wil of niet. Als je er geen behoefte aan hebt, dan kom je hier niet. Hè? Zo is het. En nou halen we wel de mensen hier naartoe. Dus Veenendaal goed bezig. En vooral met leuke activiteiten erbij, zoals culturele dagen zoals nu is. Echt super. En ook de Oude Kerk staat stil bij de koopzondag. Het godshuis op de markt hield een speciale dienst om 12 uur. Zo wilden ze laten zien als gemeente midden in de maatschappij te staan. Natuurlijk kun je het betreuren. Dingen die zijn gelopen of dat het zo gaat. Maar wij dachten van ja, zo moet je niet als gemeente in deze maatschappij staan. Je moet open zijn, je moet positief zijn. En ook in Veenendaal, we moeten toch samen leven. De koopzondag is op meer plekken nu onderwerp van discussie in onze regio. In buurgemeente Rhenen gaan de winkels waarschijnlijk begin oktober voor het eerst open op de rustdag. En in Woerden wordt een enquête gehouden over de koopzondag. Een motorrijder is gisteravond gewond geraakt in Maarsen. Waarschijnlijk maakte hij een inhaalmanoeuvre en tikte daarbij een vluchtheuvel aan, waardoor hij zijn balans verloor. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur op de Zwezerengse weg. Een automobilist kon de motorrijder nog op tijd ontwijken. Het slachtoffer is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.
Friesland Campina komt melkveehouders tegemoet. Een half jaar lang gaat het zuivelconcern 10 cent betalen per liter melk die boeren niet produceren. Het Amersfoortse bedrijf wil zo de melkproductie verminderen en daarmee ook de productie van fosfaat. Dat zit in de mest van de koeien. 92 films en documentaires gaan volgende week in première op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Het start woensdag met de première van De Held, de verfilming van de literaire thriller van Jessica Deurlacher. In totaal zijn er 321 titels te zien, waaronder speelfilms, documentaires, korte films en tv-drama's. En Utrecht denkt mee naar twee nationale evenementenprijzen. De Grand Départ is genomineerd voor de titel Beste Publieksevenement. En de Domstad is ook in de race voor de titel Excellente Evenementenstad. Naast Utrecht zijn Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Rotterdam genomineerd in die categorie. Op 10 oktober worden de prijzen uitgereikt in het Louis Hartloper Complex in Utrecht. Honderdduizenden Vietnamezen vluchtten 35 jaar geleden uit hun land per boot. Een kwart van hen overleefde die tocht niet. Een Nederlands schip, de Antilla B, kon een groep vluchtelingen wel redden. Die mensen kwamen terecht in Nederland. Maar hun redders in de ogen kijken konden ze nooit meer. Tot vandaag op een reunie in Houten. Je kan nauwelijks bewegen, dus je zit als sardientjes naast elkaar. 9 jaar is Tiffany Pam als ze met haar familie vlucht uit Vietnam. Enkele weken dobberen ze op zee. Tientallen vluchtelingen overlijden tijdens de rampzalige tocht. Het meest heftigste moment van mij is natuurlijk dat mijn neef kwam te overlijden. En hoe mijn zwager hem overboord gooide en hoe hij wegdreef. Dus dat zat in mijn geheugen gegrift. Dat is een heel moeilijk moment voor mij geweest. En heel lang. Uiteindelijk worden ze gespot door de Antilla B, een Nederlands vrachtschip. Bemanningslid Wil van der Meer ziet het bootje met vluchtelingen als eerste. Het was verschrikkelijk. Zoals die mensen eruit zagen, waren duidelijk in hoge nood. Ja, kantje boord eigenlijk, dat niet veel langer moet duren. Ze nemen de tientallen Vietnamezen aan boord. Ook al zijn ze gered, het gaat heel slecht met ze. Sommige mensen die waren zo zwak, die moest je echt voeren en ook overeind houden. Ja, het was echt een hele nare ervaring. Dat de vluchtelingen erg verzwakt zijn, ziet ook de Vietnamese kapitein van de vluchtelingenboot. And a lot of people died. A total of about 50 people in total. And on the last day, the last person died on board was my wife. In the morning. That is awful to hear. Yes, that is the price we had to pay for our freedom. Bij de reunie zelf mogen geen camera's zijn. De aanwezigen willen in alle rust de gebeurtenissen van 1981 herdenken. Daar wordt ook dit boek gepresenteerd, vol met herinneringen van de vluchtelingen. Het is opgedragen aan de bemanning van het Nederlandse schip en in het bijzonder de kapitein, die een paar jaar geleden is overleden. En we hebben nooit een kans gehad om hem te bedanken. Daarom wil ik deze reunie organiseren. Het is een eerbetoon aan hem en aan de bemanningsleden. Over dit bijzondere verhaal is vorig jaar een documentaire gemaakt door Andere Tijden, Wanhoop op Zee. Op onze website vindt u een link naar die film over die dramatische tocht. Kijken we tot slot nog naar het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen is er zon, maar ook bewolking. Dan komt de temperatuur uit op 20 graden. Tot zover deze uur vandaag. Morgen om 12 uur zijn we weer met een nieuwe uitzending. En meer nieuws uit de regio vindt u natuurlijk op de site en in de app. Fijne avond nog. Dag.